Hallo suikerkrakotjes van me. We gaan vandaag verder met Harry Potter met Ivar. Feestelijke bezigheden in Huize de Groot. We gaan verder. De game is nog niet opgestart. Dat ga ik nu doen, want dat is namelijk super handig. Als we ook echt willen spelen. Zoals jij kan zien, staan wij buiten. Buiten in die vriezerkou. Maar we moeten die kant op. Harry Potter, wat ben je aan het doen, malleboy? Wij volgen onze spookje. Ik heb geen idee waar we naartoe gaan. Ik heb geen idee. We zitten eindelijk in film 3. Thank goodness. Film 2 was waardeloos in deze game. Hey, dat zijn de Weasley Brothers. Oh ja, we gingen vorige aflevering aan het eind gingen we naar Hogsmeade. Althans, we gingen niet naar Hogsmeade. Motherfucking Ron en die andere bitch, Hermeline, die gingen naar Hogsmeade. Vuurwerk. Maar toen zei die gebroeders Weasley... Wacht even, komen jullie eens wat dichterbij? Ik vind het gezelliger als jullie dichterbij zijn. Maar die bitches die zeiden van, kom eens mee, we willen je wat laten zien. And Harry does like his porn. So he's gonna go with the boys. Where do we need to go, honeys? Waarom volgen jullie mij? Moet ik jullie niet volgen? Waar is Spook? Oh, Spook is die kant op. Spook knows the way. Hey, weer zo'n stomme demento. Maar ik heb nog geen Expecto Patronum geleerd. En zonder Expecto Patronum durf ik ze niet aan. Ik maak fout. Ik doe vaker zulke soort domme dingen. Waar zijn we nu? We zijn hier nog nooit geweest. Of wel? Zijn we hier wel geweest? Volgens mij zijn we wel geweest. Ja, we zijn hier wel geweest. That doesn't make any sense, Mr. Potter. Hey, dat was niet de bedoeling. Toch grappig. Spook, waar gaan we naartoe? Die kant op, oké. Okay. Hey. Hi, Vilder. Hi, Pokepoes. Hey, die gaat gewoon aan de kant. Dat is chill. Dat is lief. Dat is vriendelijk. Daar hou ik van. Vriendelijke mensen. Hebben we meer nodig op deze planeet. Hey! Please choose mercy for me. Oh, ze gaan naar de geheime doorgang. Chill. Ah, dat was niet de bedoeling. Daar is Harry Potter dood. Hier hebben we natuurlijk ons duivelstrikspreukje voor nodig. Dus die gaan we er even bij pakken. Duivelstrik, duivelstrik, duivelstrik. Lumos Salem. Lumos Salem. Lumos Salem. Lumos Salem. Weer zo'n stomme tyfus pixie. Waar is mijn pixie spreuk? I'm gonna kill you in your anus. Die. Dankjewel. Of had ik dit nodig en moest ik hier bovenop springen en heb ik nu alles verpest. Oké, Harry is gewelddadig. Wat is er? Heb ik iets fout gedaan? Nee, kijk, die moet ik daarop zetten. Dan kunnen we er zo overheen springen. Oh, als ik er nu op spring, gaat hij zeker vallen omdat hij maar op 1 zit geklikt. Ah, god, Harry Potter. Harry James Potter. Doe eens even normaal. Ja, dat is jammer. Oké. How are we gonna fix that? I guess we need to do this. En die moeten we natuurlijk daarop zetten. Logischerwijs, mensen. This is looking like a lot of fun. I am liking this so far. Hij zit niet vast, maar we springen gewoon zo snel. Oké, sorry. Dat spijt me niet te bedoelen. Oh, nou ligt hij weer hier. Oké. Laat me niet... Ach, jongen. Bok op. Oké, we hebben de Never Ending Dying Weasley Twins. Dude. Ah, druivensuiker. Oh, ik ben wel blij dat we hier opnieuw beginnen. Ach, Harry Potter. Nou, als het goed is, is er nog weer eentje haar, hè? Anders weet ik... Oh, of moet ik diegene van daarvoor pakken? Fuck me. Dat was niet de bedoeling, maar goed. Kan ik die pakken? Kan ik net niet bij, hè? Wacht, moet ik natuurlijk... Ah, oh, niet de bedoeling. Ik moet die pakken. Kijk, zie je, ik ben wel een goede tovenaar. En een gamer. Een echte gamer. Super gay. Jump. Jump. Zie je, we zijn hartstikke goed bezig. Oké, 1000 kilo. What do we need to do? I don't know. Oh, die moeten we daar aan hangen. Ben ik sterk genoeg om 1000 kilo op te tillen? I'm pretty badass. If I say so. Daar komt de trap. Dit is een coole geheime doorgang. I like this a lot. Oké, ik zie er in de lucht wat hangen. We moeten even onze Lumos Salem hebben. Maar kan Lumos Salem dus op afstand? Dat moet haast wel dan. Ah, zie je wel. Ik wist het wel. Ah, I'm not an idiot. I'm so fucking smart. Ik vind het op zich echt heel slim van mezelf. Mag ik dat zeggen? Dat mag jij, Eva. Complimentjes dag aan jezelf. Hey, ik zie daar een grote crystal ball. Dit ziet er ingewikkeld uit. What are we going to do, bitches? Hey. Interesting. Hey. Is je nou goed? Ja, nu is hij goed. Oké. I didn't know it. Hey, een trap. Dit doet me weer een beetje denken aan de echte Harry Potter games. De goeie, zeg maar. So I'm liking this so far. We gaan hier duidelijk de trap op.
We gaan naar Hogsmeade natuurlijk. Maar ik mag hier eigenlijk niet zijn, dus moet ik eigenlijk niet mijn onzichtbaarheidsmantel doen. Maar goed. Gaan we de boel hier helemaal naar de piep schieten? Waarschijnlijk wel, want dat doen we altijd. Oh, dit ziet er prachtig uit. Dit is mooi, dit is fijn, dit is super. Sorry, uil. Sorry, meneer de uil. Was niet bedoeling. Hogsmeade is prachtig. Ik zie daar, is dat... Hoe heet hij nou? Wie is dat? Is dat Malphidus? Hey, doe eens even normaal, man. Nou. Dat is zo gemeen. You bitch. We hebben die brandende torch nodig. Ga eens aan de kant. Ik ben Fred op het moment. Ik ben Fredje op het momentje. Oh, we kunnen hier dingen mee smelten. Nice. Kan ik hier dit mee smelten? Van dat hout moeten we waarschijnlijk iets maken. Nou, dit stukje. Even George in de fik steken. Goed bezig hier voor de groot. Dit gaat iets worden. Geen idee wat. Pretty exciting. Pretty exciting staat dat, hè? Een trap, een deur, iets. Die torch gaat ook mee. Oh, we're gonna light up a fire. Burn, bitches, burn. We moeten er langs namelijk. Thank you. Waar moeten we dan in? Shrieking Shack? Hogsmeade? I don't know. We kunnen niet die kant op. We gaan naar de Shrieking Shack. Dit is totaal van het verhaal afgeleid. Want in de films vinden hun Hogsmeade niet meer interessant. Omdat ze er al zo vaak zijn geweest. Harry hoort hier onder zijn onzichtbaarheidsmantel te zijn. But whatever. Oh my god, you shoot him. Of moet ik weer met Wingardium Leviosa dingen opvangen? Net zoals vorige keer. Zal wel. Hoe moet dat dan, jongens? Ron, je staat echt heel erg in de weg. Nou, hoe moet dat? Hoe moet dat? Hoe moet dat? Ik deed dat goed, hoor. Hermeline, reageer. Hoe moet dat dan? Hoe vang ik hem op? Ja, hallo! Ja, hallo! Als je niks uitlegt, weer die game die niks uitlegt, hè, dat haat ik nou zo. Nu zou er onder in beeld moeten staan, vang de bal op en probeer hem terug te schieten. Maar dat staat er niet. Ik gok dat dat zo moet. Maar niet in welke volgorde. Ik weet niet hoe het moet, jongens. Ik weet niet hoe het moet. Je kan blijven schieten, maar ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe het moet. Dan moet je het toch uitleggen als game, anders ben je toch fucking retarded. Mogolen game. Ja, ik weet niet hoe het moet, jongens. Dat is jammer, want dan kunnen we nou niet verder nu. We kunnen niet verder, want ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe het moet. Jullie moeten me nu even iets uitleggen. Opties? Overslaan of zo? Oh, was die functie er, man. Ook al die kut-challenges overslagen die ik echt gewoon helemaal belachelijk vind. Je gooit ook te snel. Ik kan daar ook niet op reageren, want dan moet ik twee knoppen indrukken. Moet ik hem eerst selecteren? Want als ik alleen Wingardium Leviosa doe als hij komt... Nee, dat kan niet, want er gebeurt dan niks. Ik zie hem soms geselecteerd. Nee, kan ik niet, kan ik niet. Ik moet het weer opzoeken. Hekel. Alsjeblieft, jullie begrijpen toch wel dat het gewoon in verdiepste belachelijkheid is. Dat het niet wordt uitgelegd. Als je dit nou speelt, gewoon zonder... Stel je voor, je had geen internet in de tijd dat je niks kon opzoeken. Dan kon je je game niet uitspelen. Ik zou teruggaan naar de winkel. Ja, mag ik mijn geld terug? Want jullie game is fucked up. Je moet fatsoenlijke games produceren. En anders gewoon lekker je hele leven bij de supermarkt blijven werken. Het wordt ook aangevuld, hè. How to defeat Malfoy. En dan wordt het aangevuld met In the Snowball Fight in Hogsmeade. Met andere woorden, heel veel mensen zoeken daarop. Of Google is al zover dat ze weten dat ik op dit moment deze game speel. In that case, that's pretty scary. And pretty awesome at the same time. Maar je moet duidelijker zijn, want het is ook niet richten en schieten. Het is heel veel keer de Wingardium inklikken als hij hem hoog gooit. Kijk, want die laagschieters, die kan ik dus niet doen, hè? Ah! Hatertje, hatertje over de kalkoen. Eventjes de tyfus in meer hoef je niet te doen. Ik kan dit niet aan, hè. Ik word hier zo kribbig van. Het irriteert me. Hè. Nou, dat is de tweede keer. Schiet op. Nee, waarom die dan niet? Waarom welke dan wel? Geef nou eens een duidelijk teken, man. Who do you think you are? And who do you think you are? Running wild, living scars. Schiet op. Jullie staan in de weg. Hermeline en Ron, jullie... Oh! Jullie staan hartstikke in de weg. Daarover passionate. Zo, hè. Zo moet het. Maar als die op Ron schoot, dan had ik er niks aan, hè. Kijk, nu is het weer makkelijk, want nu heb ik het opgezocht. Maar als deze informatie die hier op internet stond, nou gewoon even werd gegeven in de game, dan kon je lekker doorspelen. Het is een kindergame, hè? Het is niet een examen of zo voor vrachtauto of piloot of zo, dat het echt moeilijk moet zijn. Stelletje honden. Sterf, Malfoy. You deserve it. Oh, serious shit. Or Sirius Black. Hmm.
Oh my god. Harry vertrouwt het niet helemaal en terecht. Wat moet ik doen? Oh, ze zit daarin vast. Hallo, jullie zien mij allemaal terwijl ik hier helemaal niet thuis hoor. It's not making any sense at all. Moet deze ook ergens? I don't know. Hey, er vliegt er iemand op een bezem. Cool. Waar moet deze? Kan iemand mij dat vertellen? Hey, hij geeft... Hij doet vuur. Wat moet ik met dat ding doen? Moet ik hem op de slee zetten? Zal ik hem op de slee zetten? Oké, dan niet. Ja, Ron, echt dat ik ook mensen kan opschieten, dat is echt heel irritant, want... Ik weet niet, ik ga wel in het ronde schieten, zoals altijd. Tot nu toe heeft dat best wel veel geholpen, dat steeds in het ronde schieten. Oh, ik zit hier vet ver gezakt in de sneeuw ook. Can somebody help me? Red me! Breng me weg van deze wereld. Laat de mensen maar praten over mij. Ja, wat moet ik doen dan? Het is weer tijd dat dingen duidelijk worden, jongens. Moet ik op die bezem? Wat moet ik met die bezem doen? Oh, ik moet die bezem connecten ofzo. Aan die mensen. Oké, er moet er nog ergens dus een bezem zijn. Want er zijn er drie. En deze... Ik snap nog steeds niet wat ik met dat vuurdraakje moet doen. Maar goed, dat komt nog wel. Waar is die andere bezem? Jongens, ik blijf bezem. En die slee. Ik heb echt het gevoel, omdat het allebei oranje is, dat ik... dit op die slee hoort te zetten. Oh ja, dat hoort ook. Oh, en dan doet hij vuur. Oh, en daar komt de derde bezem. Oh, leuk. Lekker creatief. Oh, hier moet ik op gaan zitten. Het is lang geleden dat ik heb gevlogen. En hoe doe ik dat ook alweer? Want jullie vergeten af en toe dat helemaal niks duidelijk is. Alsjeblieft. Heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Oké, dan. We kunnen in ieder geval naar binnen, zodat we weten what the fuck is up. Let's go. Go inside. Alsjeblieft meteen cutscene. Ik heb geen zin. Moet ik dit zelf doen? Oh my god. Dementors. That doesn't make any fucking sense, guys. Weten die mensen van Lego niet wat dementors eigenlijk doen en wat ze zijn? Wat het? Oh, dat is niet Smallheart. Ze zijn familie. Oh my god. Probeer dus hier nou de scène te laten zien dat Sirius 13 mensen heeft vermoord op de straat. Doesn't make any sense. Ze deden het wel goed, want je zag dat het Sirius niet was, maar goed, oké. Hey, ik ben een True Wizard voor 7%. Dat is een bizar slechte score. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering van Harry Potter met Ivar. We gaan heerlijk door de derde verhaal heen. I'm loving it so far. Ik heb mijn dieptepunten gehad in game 2 vooral. Deel 3 is lekker. Het speelt lekker. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat nog een duimpje omhoog achter en een leuke reactie. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer terug bij een gloednieuwe Harry Potter met Ivar. De leukste serie van de wereld. Zet het op Twitter, because it is so. En sommige mensen zeggen, Ivar, doe niet zo arrogant, maar ik stop het toch liever in de categorie zelfvertrouwen. Tot de volgende keer.